Een 24-jarige man uit Rosmalen is vrijdag door het gerechtshof in Den Bosch veroordeeld voor meerdere pogingen tot moord van zijn ex-vriendin en een poging tot doodslag op haar stiefvader. De rechtbank had de man in juli 2012 al veroordeeld tot 15 jaar. Hij was in hoger beroep gegaan omdat hij vond dat er geen sprake was van voorbedachte raden. De man uit Rosmalen schoot op 19 september 2011 in Zeeland op zijn ex-vriendin en haar stiefvader. Beide raakten bij de schietpartij gewond. De vrouw woonde bij haar stiefvader sinds haar relatie met de man uit Rosmalen op de klippen liep. Ook het hof vond dat de man met voorbedachte raden had gehandeld. De man had een doorgeladen vuurwapen in zijn auto meegenomen. Direct nadat de vrouw haar zoontje achter in de auto had gezet, richtte hij zijn vuurwapen op de vrouw en schoot haar in de borst. Toen de vrouw daarna nog weg kon rennen, kwam de verdachte achter haar aan en schoot nogmaals. Toen de vrouw in de woning bij het bedrijf op de grond viel, richtte de verdachte van dichtbij het vuurwapen op haar hoofd en probeerde tevergeefs nog een schot af te vuren. De stiefvader van de vrouw kwam het huis binnen en gaf verdachte een klap met een hard voorwerp. Daarna schoot de verdachte van dichtbij ook op deze man. Een bejaarde man uit Den Bosch is in een Albert Heijn filiaal aan de Lokerenpassage op de Maaspoort in Den Bosch opgepakt voor de diefstal van een bak nasi en een bak hangé. De man vertelde de politie dat hij voor de kick aan het stelen was. Op het politiebureau kwam er ook nog twee pakken ham uit zijn broekzak. De man was al eerder betrapt bij een diefstal in een Albert Heijn filiaal. Hij mag nu een jaar lang geen boodschappen meer doen bij deze supermarktketen. De man die rekende de boete van €320 direct af. De nationale taptoe in Sportpaleis Ahoy in Rotterdam is voor deelnemers en bezoekers een echte klassieker waar ze maar al te graag bij willen zijn. Want aan de taptoe doen de beste drumfanfares en showorkesten uit Nederland mee. Jong Example uit Empel deed zondag mee bij de jeugdkorpsen. Met succes, want de drumfanfare uit Empel eindigde als tweede van de 9 deelnemende korpsen. Hun show sloeg erg goed aan bij de jury en de vele toeschouwers in Ahoy. Het bestuur van Example is erg trots op de prestaties van deze jonge muzikanten. TV73 feliciteert Jong Example. Een gevangene heeft vrijdagavond zelfmoord gepleegd in de PI-gevangenis in Vught. Er zijn nog hulpdiensten opgeroepen, maar die kwamen te laat. Wie de dode man is en waarom die vastzat, wil het ministerie op dit moment niet kwijt. Ook is niet bekend op welke afdeling de gevangene zat. In het Vughtse gevangen worden vaker zelfmoorden gepleegd of pogingen daartoe. Vorig jaar maakten 4 gedetineerden een eind aan hun leven. Uit onderzoek bleek dat de zorg en toezicht toen niet tekortschoten. Wel moest de dossiervorming worden verbeterd. Inbrekers hebben zaterdagavond 5 keer binnen 4 uur toegeslagen in Vlijmen. De politie denkt dat het steeds om dezelfde dader of daders gaat. Ze drongen woningen binnen aan de Marijnenlaan, de Biesheuvellaan, de Celsiuslaan en de Wolput. Dit gebeurt allemaal tussen 7 uur en 11 uur 's avonds op de zaterdag. Wat de inbrekers hebben gestolen is op dit moment niet bekend. De politie is op zoek naar mensen die iets opvallends hebben gezien in de bewuste uren op de bewuste locaties. Op de Engelense weg in Vlijmen is zaterdagmiddag een wielrenner zwaar gewond geraakt nadat hij door een passerende motorrijder van zijn fiets werd geduwd. Het slachtoffer kwam hard op de grond terecht en werd met ernstige verwondingen aan zijn hoofd naar het ziekenhuis gebracht. De motorrijder is doorgereden. Het slachtoffer fietste met enkele wielrenners in een groepje richting Engelen. Op de Engelense weg schudde er opeens een motorrijder voorbij, die vervolgens de wielrenner van zijn fiets duwde. Daarbij kwam het slachtoffer lelijk op de grond terecht. De motorrijder had een zwart pak aan en zat op een rode racemotor. Op de achterkant van zijn pak prijkte een groot wit embleem. De zwaargewonde man zou uit Kerkwijk komen. Er is door de politie een Burgernet-melding verstuurd. Burgernet is een online platform waarop de gemeente, de burgers en de politie met elkaar samenwerken om bepaalde mensen op te sporen. Van de motorrijder ontbreekt nog ieder spoor. De politie is een onderzoek gestart. Heeft u iets gezien of weet u wie de motorrijder is? Neem dan contact op met de politie.
Stan van Rijn, hoofdsponsor geworden bij RKJVV. Waarom? Ja, ik ben al lang bij de club verbonden eigenlijk. Mijn zoon bijvoorbeeld hier ook, in een lager elftal. Ja, zodoende is het een beetje gaan lopen. En met de eerste gaan kijken. En van die tijd is het eigenlijk zo een beetje gekomen eigenlijk. Zo moet je zien. Dus eigenlijk al jarenlang trouw lid. En maar het gaat goed met de club, toch? Ja, het gaat heel goed. Ze voelen elkaar goed en ze doen het best allemaal. Kijk, het op blessures en toestanden, maar we zijn wel tevreden. Ik ben in ieder geval tevreden over de jongens in ieder geval. Word jij ook betrokken bijvoorbeeld als hoofdsponsor om mee te denken met nieuw talent, om die binnen te krijgen? Nee, dat niet, want daar hou ik me eigenlijk ook niet mee bezig. Want ik kan het beter niet doen. Puur ondersteuning voor de club en om op een goede manier verder te gaan op dit prachtige terrein. Ja, zo moet het zien, ja. Stan van Rijn als hoofdsponsor binnengekregen? Ja, dat is een zeer... goede bekomstigheid voor RKVV en zoals Stan al aangeeft ook, wat ik eerder aan heb gegeven. Stan loopt al heel lang hier rond, eigenlijk al veel langer dan ik. En ik heb begrepen dat door meneer Van Dalsen hebben ze een gesprek gehad. En zodoende is Stan hierbij gekomen als hoofdsponsor, shirtsponsor van RKVV. Als we om ons heen kijken, hebben we veel sponsoren hangen die hier wat doen allemaal. En mensen die RKVV gewoon warm hart toe dragen. Zoals. En allemaal gewaardeerde sponsoren? Allemaal mensen die RKV een warm hart toe dragen. Je moet iets hebben met de club om hier wat te willen doen eigenlijk. En dat is RKV. We zijn een volksclub. Een van de weinigen, misschien ook een van de laatste volksclubs in Den Bosch en waar je omtrekt eigenlijk. En dat proberen we toch op een bepaalde manier in stand te houden. En dat we dat toch voort kunnen zetten op een lange termijn. Hey, hoe gaat het met jou in de zaak? Stan van Rijn, Systeemplafonds, want dat is de sponsor. Ja. Nou, het gaat goed. Ik heb aardig te werken en ik heb nog een aantal projecten lopen. Dus het gaat allemaal keigoed. Ik heb me niet te klagen. In deze tijd? In deze tijd, ja. Het is wel een slechte tijd. Tuurlijk, het is wel concurrentie. Maar werk goed afleveren is veel belangrijker. Hoe lang heb je getekend om het sponsorschap te doen voor RKJVV? Voorlopig 1 jaar. En er is nog een optie voor volgend seizoen. Maar we kijken nog even. Ik doe het 1 jaar zeker. Ja, en de tijden veranderen, dus we weten niet wat het volgend seizoen gaat worden. Dat weten we nog niet. Een van de behoeftes is natuurlijk geld. Of het nou in materiaal is, door middel van shirts of wat dan ook. Er is een stukje ingevuld. Waar ligt er nog meer behoefte voor RKJVV het aankomend seizoen? Uitbreiding in ons ledenaantal. De visie is naar diverse elftallen. We zijn bezig om een heel nieuw tweede team op te bouwen. Er zijn al gesprekken gaande met diverse mensen die in het verleden een RKV gevoeld hebben. Die namen laten nog eventjes achterwege, want dat zijn gesprekken die staan eigenlijk net eventjes een beetje voelsprietjes uitvoelen om te horen van of die jongens interesse hebben. En we hopen binnen een paar maanden uitwerking kunnen krijgen en dat we dat verder uit gaan bouwen. Natuurlijk, we zijn aan het vergrijzen, we hebben geen jeugd. We willen graag in de toekomst verder met jeugd, wat jeugd gaan halen. En kijken of we dat een bepaalde impasse of impuls kunnen geven voor de club RKJVV. Daarnaast een speciale actie die eigenlijk vandaag officieel gestart is voor de voedselbank in Den Bosch. Ja, daar liepen we al heel lang mee rond. Hè, want we zouden dat afgelopen juni georganiseerd hebben voor de voedselbank. En dan heb ik contact gezocht met mevrouw Elle Paul. Om die voedselbank door te schuiven, want we zaten op 14, 15 juni en het 2K voetbal begon. Je bedoelt dan een soort van organisatie waar geld op binnenkomt? Ja, wij gaan met de voedselbank gaan we dingetjes organiseren waar we geld voor binnen kunnen gaan halen. We hebben hier een weekend lang op 17, 18 januari een grote feesttent staan. 2 dagen artiesten erin van een topformaat. Dat gaat door de tijd op Facebook en in de media gaan we dat lezen. We hebben een idee bedacht over sponsoringen. We hebben een sponsorkaart en dat wil zeggen vanaf die sponsorkaart kunnen we vanaf €50 instappen als individueel, als vriendengroep, kennissen, team, op werkvloer, als bedrijf. Laagdrempeligheid bijvoorbeeld is, als je zegt van we zijn met een vriendengroep van 20 man of een familie Jansen doet mee en dan zeggen ze €50 individueel is veel geld. Maar als iedereen €3, €5, €6 uitlegt, een voorbeeld met 20 man, kunnen ze zomaar €87 ophalen op zo'n kaart. Nou, wij hopen zoveel kaarten uit te zetten. En dat we een goed bedrag naar die voedselbank kunnen schenken op 17, 18 januari. En dat we ons eigenlijk er hard voor kunnen maken. En dan heb ik tegen de voedselbank gezegd, we willen het nou doen, maar we willen het ook nog voor een langere tijd gaan doen. Het heeft wel de saamhorigheid. De mensen zeggen, nou ja, de zon schijnt, het is nou warm weer. En je weet zelf wel, oktober, november gaat worden, wordt het wat kouder. En de Sinterklaas en kerstmis voor de deur. Dan worden de mensen toch wat gevoelsmatig om wat meer gaan te geven en meer betrokkenheid daarbij. Maar de vroege aankondiging, om aan te kondigen dat we daarmee bezig zijn. En al kunnen gaan kijken van wat is er al mogelijk als bedrijven er eigen willen melden, etcetera. We hebben medewerking van jullie als TV73, een dikke pluim, daar hebben we ook een prachtig doek voor jullie hangen. En alles op en eraan. En... We gaan erop terugkomen, die 16-17. Wat ik voor je...
je hebt zijn in dit geval 200 kaarten voor het Bos Mysterie, die ik je wil overhandigen. Ik heb voor de jeugdvoorstelling 110 kaarten. En ik heb hier, en daar zijn Oeteldonkers echt jaloers op, 620 consumptiemunten. Ik hoop dat je beveiliging hebt meegenomen, anders komt het durf niet uit. Maar alsjeblieft, wij vinden het fantastisch dat wij inderdaad mensen met een smalle beurs in de gelegenheid kunnen stellen om met ons feest te vieren. Want Oeteldonk is voor iedereen. Wij staan voor gelijkheid. Dat vinden we een heel belangrijk uitgangspunt. En op deze manier hoop ik dat ook mensen die het misschien niet zouden kunnen, nu wel aanwezig zullen zijn. Oké, dank jullie wel. Heel erg fijn. Wij hebben ruim 350 bossengezinnen die helaas gebruik moeten maken van de voedselbank. En een groot deel kunnen we hier, daar ben ik zeker van overtuigd, heel erg blij mee maken. Dank je wel. Alsjeblieft. Heel graag gedaan. En heel erg leuk natuurlijk dat wij onze cliënten daarmee een plezier kunnen doen. Ja. Als we nu een vertaalslag maken, hè, want er zijn 660 consumptiemunten. Ik neem aan dat één familie of twee families die niet gaan opmaken. Hoe ga je dat verdelen? Ja, we gaan wel kijken naar het aantal gezinsleden. Dus het wordt wel zeker eerlijk verdeeld. Ja. En ze moeten wel Oeteldonks bloed hebben. Ze moeten het wel leuk vinden. Maar dat hebben de meeste bossenaren toch? Ja, ik weet het niet. Ik hoor het je zeggen. Ik denk het wel. Sander, hoe zijn jullie toegekomen om dit met de voedselbank te gaan doen? Nou, we hebben eigenlijk al heel vroeg in het proces gezegd dat wij een feestje willen vieren voor alle Oeteldonkers, voor alle bossenaren en iedereen die maar wil komen. En we hebben eigenlijk al heel snel bedacht van er zijn ook mensen die niet kunnen komen omdat ze gewoon ja, daar geen geld voor over kunnen hebben. En toen dachten wij van hoe kunnen wij daar nou oplossen? Nou, toen is al snel de oplossing gekomen van wij gaan kaarten en consumptiemunten, want naar een feestje gaan is leuk, maar als je niks kan drinken, hè, al is het een spaarblauw, want dat maakt niet uit, dan kan dat niet. Wij vonden het heel belangrijk om juist die mensen in de gelegenheid te stellen om bij ons te zijn. Omdat dat het gevoel maakt van we zijn allemaal gelijk in Oeteldonk. Sander, we staan onder het alziend oog. Ja, letterlijk en figuurlijk. Een koppeltje van 17 meter hoog. Ja, en 17 meter doorsnee. Ook nog? Ook nog ook. Zeg, hij heeft wel een functie. Het is niet alleen maar mooi om te zien, om het een kathedraal te laten lijken. Straks ook projecties in, die bovenin komen. Ja, dat klopt. Je krijgt in feite je bovenin projectie. Je krijgt daar bij de Society Shop boven projectie. Centraal wordt helemaal projectiescherm. Maar wat komt erop? Nou, dat is per voorstelling anders. De een die heeft gewoon een dia-show die erachter loopt. Bij de productie Het Bos Mysterie heeft hij ook dadelijk echt een functie. Ga je ook dingen daar zien, daar gaan ze gebruik van maken. Volgens mij zit er één element in dat ze met een iPad werkt en dat doet ze zo. Een van de speelsters en dan zie je op de panden zie je het scherm veranderen. Dus het heeft ook echt een interactiefunctie. Ja. Sander, jij sprak toen straks in de persconferentie over de droom. Ja. Van wie was die droom? Die droom was van een heel klein team mensen waar we mee begonnen zijn. Eerst zijn we met een hele grote brainstorm begonnen met alle Oeteldonkers, heel veel mensen. En daarna is er een soort creatieve commissie benoemd. Daar zat bijvoorbeeld Jeroen van der Laar die de tent heeft bedacht in. Daar zat Kees Slegers in die het stuk heeft geschreven. Daar zat ik als minister-president in. En daar doe ik volgens mij nog iemand tekort die er nog bij zat. Dat komt dadelijk wel op. En met dat team hebben wij gezegd van wat willen we nou? En wij hebben als Oeteldonk gezegd, want ik spreek namens Oeteldonk. Het moet een groot feest worden, gratis toegankelijk. En de mensen willen het groots hebben. En toen zijn we eigenlijk met het idee gekomen van kunnen we het niet op de markt doen? Want dat is natuurlijk niet makkelijk om op de markt in Den Bosch iets te organiseren. Je hebt die vraag wel heel hard opgesteld. Ja, natuurlijk. Maar ik vind, je mag dromen, hè. Dus wij hebben vanuit die droom elke keer gezegd, mag dit, kan dit, lukt dat. En zo is uiteindelijk het droom ja, echt realiteit geworden. Wanneer wist je dat het mag, kon, lukte? Wanneer was die droom, kon die op papier gezet worden? Nou, als je alle variabelen kijkt, de gemeente, de markt, de poen die je nodig hebt, dan is dat nog niet zo heel lang. Dat is pas een week of zes geleden dat wij zeiden van, dit gaat lukken. Is het spannend geweest, die zal maar zeggen, tot zes weken vooraf? Ja, ja, ik heb daar wel van wakker gelegen dat ik dacht van... Het is wel goed aan te zien, ja. Dankjewel. Hey, en dan 11 dagen straks, hè, 1 oktober, 11 oktober. Er gaat heel veel gebeuren. Ik kan me voorstellen dat je de agenda niet in je hoofd hebt. Maar noem eens wat. Nou, we krijgen in ieder geval het Bos Mysterie. Dat is zeg maar de grote productie. Die zal overigens minder in de tent, maar meer om de tent plaatsvinden. Met die projectie erbij. We hebben natuurlijk Vreemd Volk, de jeugdmusical. Die is wel gewoon hier op het grote podium. Hoe lang hebben die gerepeteerd? Die zijn allemaal rond januari begonnen. En dus echt een half jaar bezig geweest. Vaak meerdere keren per week. Ontzettend hard eraan getrokken.
Dat zijn de twee grote voorstellingen. Maar dan hebben we ook nog met het, ik noem het even het Blauwe Avondorkest, hebben we het Groot Mirakelsfeest op zaterdag, ook in de tent. Echt Oeteldonks, kwekfesteinmuziek met mooie acts ertussen. Kleinkinder komt, Trio Gold, die kent verder niemand, maar dat wordt iets heel aparts. En zo zijn er nog meer dingen, dus dat wordt een mooie feestavond. Dag later zit de Koninklijke Harmonie op het podium met carnaval en concert. Muziek uit heel de wereld op één podium. We hebben ook nog voor de senioren op vrijdagmiddag een feest. We hebben een schone middag. Dan wordt die tent hier helemaal omgebouwd in een soort stormloop met allemaal opblaasbare dingen. Daar komen ook een paar honderd jongen op af. Ja, er is heel veel, we kunnen alles opnemen. Maar het staat allemaal op oeteldonk.org, toch? Nee, ja, je kunt het beste gaan naar 11x11+11.nl. Dat is de site, daar staat alles op. Michael Post, Danscentrum Rosmalen. Dit is een hele bijzondere middag. Ja, zeker. Wij doen hier altijd danslessen, ook met verstandelijk beperkte mensen. Ja, het is altijd super gezellig en leuk en we leren ze altijd nog iets bij met dansen. Is het elke zondag met die verstandelijk beperkte? Jazeker, doen we iedere zondag. We hebben iedere week trouwles en je ziet die mannen genieten. Het leek wel of jij in een carousel zat. Je werd helemaal omver gegooid. Ja, onze Kees is de swinger van de dansvloer en die slingert alle kanten op, hoor. Met mij en met de dames allemaal. Hoe lang doen jullie dit dan? We zijn hier nu 12 jaar mee bezig. Nou, die mannen die genieten en we vinden het heerlijk om te doen met die mensen. Ik heb ook één beroemdheid gezien. Jazeker, onze Lars van de film Maaskantje. Topgast. En die danst hier. New Kids, hij was de vrachtwagenchauffeur. Hè? Zeker weten, toet toet, hè? Toet toet. We kunnen hem daar ook wel even bijroepen als je wil. We gaan er even bijroepen zo, maar ik vind het ook wel even leuk om nog wat mensen te spreken. Hè, om te kijken of ze er plezier in hebben. Dus we gaan eventjes naar je naast, want de vloer is nu leeg. Even pauze. Even pauze, even bijkomen, even een slokje drinken. En daarna gaan we daar nog eventjes lekker een half uurtje verder. Ja, half uur nog? Ja, zeker nog een half uur. Een uurtje dansen. Wat vinden ze het leukst om te doen? Welke dans? Ze vinden alles leuk. De cha-cha, de foxtrot. Als het maar feest is en plezier hebben. Als die mannen genieten. Ja, dat is leuk. Muziek maakt ze blij. Larsie. Hoe is het? Ja, goed hoor. Ik heb jou zien dansen. Ja. Wauw. Heel mooi. Of mooi. Ja. Prachtig. Oké. Ik vond het geweldig. Ja. En toen weet je wat ik dacht? Nee. Jij kunt veel beter dansen dan ik kan dansen. Ik kan helemaal niet dansen. Nee. Wil jij een keer zien dat ik dans? Jawel. Nee, dat wil jij niet zien? Nee, ik wel hè. Ja? Ja. Vind jij nou het leukste? Welke dans? Welke hip-hop, maar ook. Hip-hop? Ja. Gangnam Style? Ja, maar doe dat ook. Echt jou, ja? Ja, ja. Hoe gaat die ook weer? Gangnam Style? Maar zullen we dat straks een show doen? Oh, zo hè? Ja, geweld. Hé, hey, en jij bent wereldberoemd hè? Ja, geweld. Waar kennen we jou dan van? Mijn film. Van de film? Hoe is dat om in een film te spelen? Leuk, hè? Ja. En word je herkend op straat? Eigenlijk weet ik niet meer. En jawel, volgens mij wel. Heb je wel eens handtekeningen uitgedeeld? Ja. Mag ik straks ook jouw handtekening hebben? Ja, tuurlijk toch wel. En krijg ik dan ook nog 10 euro? Nee. Nee. Hoe oud ben jij? 28. Je mag als vrouw nooit je leeftijd zeggen. Waarom niet? Je moet zeggen, daar heb je niks mee te maken. Hoe oud ben jij? 28. Nee, je moet zeggen, dat wil ik niet zeggen, want je bent een vrouw. Hoe oud ben jij? Meisje. Een meisje. 28. En hoe lang dans jij hier al? Allang. Ja, hoe is het allang? Paar jaar. Paar jaar. Vind je het leuk? Heel leuk. Vind je het leuk om met meisjes te dansen of met mannen te dansen? Meisjes en mannen. Maakt niet uit, als plezier is. En wat vind jij een mooi liedje? Altijd leuk liedje. Welk liedje vind je het mooist? Jan Smit. Nog meer. Je kan helemaal niet zingen, Jan Smit. Jawel. Dat is een stomme zanger. Dat is een leuk liedje. Jij, welk liedje is leuk van Jan Smit? Dan ga ik het zingen voor jou. Ach, nou. Als de nacht verdwijnt. Ja, dat ja. Als de nacht verdwijnt en de zon weer schijnt. Als ik jou zo zie, klinkt een symfonie. Hey Bas. Hoi. Je weet niet hoe ik heet, hè? Nol. 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 Zo heet ik. Nol. Jij bent Bas. Ja, dat klopt. Ik ben Nol. Ja. Wie ben ik? Nol. Ja. Het is net of we elkaar al heel lang kennen. Ja. Ja. Ach, een beetje leren. Hey, ik heb jou ook zien dansen.
Ja, ik heb een mooi shirt aan met de hoofdtelefoon erop. Ja, leuk hè. Hou jij van muziek? Oh ja, ik hou van muziek. Is muziek het belangrijkste in het leven? Mijn bruis leven, dat is voor een paar fans. En ook gemastisch. En mijn oudste, mijn broer, vindt heel blij, heel trots met mij. Ja, echt waar? Is hij trots op jou? Ja, ja, ja. Met Frans Bauer gemastisch. Vind ik allebei heel leuk. Frans Bauer? Ja, mooi cadeau. Ken jij die? Ja, ja. Ken jij Frans Bauer? Ja, ik ben grootste fans. Echt ja, waar? Ja. Ben je wel eens bij hem thuis geweest? Nee. Zou je dat willen? Ik zou het graag willen. Nou, misschien kijkt hij wel. Ja. Wie moeten we dan vragen? Moeten we dan Frans vragen of moeten we nou zijn vrouw Mariska vragen? Nee, mijn ouders. Oh, je ouders die moeten natuurlijk meerijden met de auto. Ja, dat is het mooiste mijn cadeau. Het mooiste cadeau is als jij met je ouders in de auto naar Frans Bauer gaat. Je belt aan, hij maakt de deur open en hij zegt, hey Bassie! Ja. Dat is het mooiste cadeau. Ja. Wauw. Mijn vriendin vindt ook heel blij. Ja, heb je vriendin? Ja, ik heb vriendin. Nee. Ja, hoe oud ja. ben jij dan? 24. En jij kijkt ondeugend. Volgens mij geef je wel eens een kusje. Ja. Oh. Hey. Ben je verliefd? Ja, ik ben zo verliefd. Ga je ooit trouwen als je groot bent? Ja, als liedje van Gemastisch. Gemastisch? Nee, liedje van Gemastisch. Ja? Allemaal liefde muziek is. Heet Anne van Kempen. Zo heet ze? Ja, zo heet ze. Zou ze nu kijken, denk je? Ja, denk het wel. Anne van Kempen. Ja, ik ga trouwen. En waarom is zij zo lief? Ja, hij is heel blij gaan trouwen. En voor het jaar was er een nieuw huis. Wie weet. Nou, vond ik in de Pelkum. En ja, even kijken, mijn edigeert. En hoe vaak zie je ze? Hoe vaak zie ik? Elke dag? Ja, elke dag. Echt waar? Ja. Wil jij wel eens stiekem kijken dat ze het niet ziet? Ja, ik zie het aan jou. Ja. Doe jij, hè? Ja, leeftijd als mij. Ja, ook 24? Ja, ongeveer. Ja. En een lekker... Even ouder. Is het een lekker ding? Ja, is heel lekker. Ja? Ja. Ik zie het. Ik zie gewoon vlindertjes rondom jou heen vliegen. Ja. Nou, leuk jongen.